Het is bijna zover. De spannende videolandserie Mocro Mafia staat op het punt om zijn vijfde seizoen te starten. Nog maar 1 week geduld en dan kunnen we weer genieten van deze bloedstollende serie. Om onze spanning nog verder op te bouwen, heeft Videoland een voorproefje gedeeld in de vorm van een indrukwekkende trailer. Het belooft weer een meedogenloos seizoen te worden vol actie en intriges. Na de succesvolle release van de film Mocro Mafia, Tata, waarin we eindelijk ontdekten wat het personage Tata al die tijd heeft gedaan en wat hem en andere personages te wachten staat in het komende seizoen, kunnen we ons nu verheugen op het langverwachte vijfde seizoen van Mocro Mafia. Vanaf 2 juni zal dit nieuwe seizoen exclusief te zien zijn op Videoland. Het belooft heftiger en harder te worden dan ooit tevoren. Met wekelijks 7 spannende afleveringen om naar uit te kijken. Om ons alvast warm te maken voor het vijfde seizoen van Mocro Mafia, heeft Videoland ook de trailer vrijgegeven. Deze trailer laat zien wat we kunnen verwachten, een explosieve mix van geweld, misdaad en confrontaties. Na het bekijken van de trailer wordt het wachten op de start van het vijfde seizoen bijna ondraaglijk. We kunnen nu echt niet meer wachten. Terwijl we in spanning afwachten op het vijfde seizoen, kunnen we ons in de tussentijd vermaken met de Mocro Mafia film Tata op Videoland. In deze film komen we eindelijk te weten waar Tata al die tijd is geweest. In seizoen 4 verdween hij spoorloos na de ontvoering van Samira, de zus van Paus. De film onthult eindelijk zijn lot en wat hij heeft doorgemaakt. Voor de echte fans van Mocro Mafia was het vijfde seizoen mogelijk al bekend. Als je de film Tata hebt gezien, is de kans groot dat je de aftiteling hebt gemist. En dat is zonde, want na de aftiteling werd er een belangrijke aankondiging gedaan, de datum voor het vijfde seizoen. Na de credits werd er een fragment getoond waarin Paus en Potlood zich voorbereiden op een geheime operatie. Vervolgens verschijnt de tekst Mocro Mafia seizoen 5, juni 2023. Een veelbelovend vooruitzicht. Zal Tata erin slagen wraak te nemen op Paus in het vijfde?